Hey Bob, luister eens gozer. Ik heb een beetje lopen nadenken over de zin van het leven en dat soort dingen. En Dat ik is ben een erachter hele mooie gekomen dat ik, album. ja, ik wil, ik heb, ben erachter gekomen, ik wil gewoon meer macht hebben over de mensen om mij heen. En dat kan ik alleen maar krijgen door meer bezitting en meer geld te hebben dan de rest. Ja, Nou, dan doet iedereen het. slim toch? Dus, maar ik ben erachter gekomen dat ik dat alleen maar kan krijgen als ik wat geld en bezittingen van de mensen om mij heen kan vergaren. En daarom bel ik je, want ik wil Ben een je voor een afspraak met bank je gaan maken. werken? Nee, ik wil graag 50 euro per maand Ben je van jou makelaar krijgen. geworden? Nee, ik wil 50 euro per maand van jou hebben. Elke maand. Oh. Ja, dan moet je ook goed motiveren. Wat krijg je daarvoor terug? Nou, niks. Misschien een beetje een gerust gevoel, want ik zal je een beetje in de gaten houden dat niemand jou verder problemen bezorgt. Oh, Goeie deal? je denkt dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Nou, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Het enige wat me interesseert, dat ik gewoon meer macht krijg. Het is 50 ook euro. ja, 50 euro per maand. Ja. Per maand. Per maand, ja. Weet je wat het is per jaar? 50 keer 12, dat is 720 euro of zo per jaar. Ja, het is, Ben je gek doe maar in geworden? rekening. Maar goed, je begrijpt mijn situatie. Dit is geen andere mogelijkheid om meer Ben macht te je bij krijgen gek dan. geworden? Nou, Peter, of Rob, Bob. Bob, ik vind het Je wou eigenlijk. een klant. Ik wil er niet zozeer een discussie met je over hebben. Het is gewoon, ik heb geen andere manier om het te doen dan gewoon wat geld van jou elke maand te krijgen. Dus, ik ben er eerlijk in. Ik vertel je hoe mijn situatie is. En ik hoop dat je het begrijpt. En dat we gewoon, dat ik gewoon per. Laten we morgen beginnen dat je mijn eerste geld overmaakt. Nou, ik wil zeggen, steek zo'n rolletje in je reet. Nou, dat valt me echt tegen, Bob, jouw gedrag. Ja, Luister, hallo! ik Je gaat ga me er niet eventjes helemaal over over. nadenken. Laat me eventjes, geef me even een seconde en ik ga even denken hoe ik dit ga oplossen. Ja, en jij wil mij beschermen voor die 50 euro Nou, per maand. Kom je voor me beschermen? ja, Ja. ik heb het beter gemaakt. Ik zeg, als jij me dat geld niet geeft, dan kom ik gewoon met een paar man. En dan kom ik je gewoon een voorstel doen dat je niet kan weigeren. Wat vind je daarvan? Oh, net ken ik een paar man. Maar weet je wat het is? Ik woon op de tweede etage. Dan moet je altijd de trap op. En dan moet er iemand van die paar man moet het eerste komen. En daarna heb ik een Ik vind het. oplossing. Wacht Nou, even. Dit. Hop! Zegt hij dit luister. niet? Ja! Ik vind het hele gesprek helemaal de verkeerde kant op gaan, Bob. Ik had gedacht dat je zou begrijpen in wat voor situatie ik zit. En Anton, dat je wij maar zijn gewoon zou geen meewerken vrienden. hieraan. Ik ga hier Jij nog even krijgt over niet nadenken. zomaar 50 euro van mij. Ik snap Jij dat. krijgt niet zomaar meer macht van mij. Ik begrijp jouw reactie niet. Ik heb Oh. je gewoon Ah. uitgelegd. Ik heb je gewoon uitgelegd wat mijn situatie is. En ik vind het heel onredelijk wat je doet. Ik Relax, man. Ik ga word even steeds over nadenken onredelijker. wat ik nu ga doen. Ik word Oké. steeds onredelijker. Okay. Jij Duidelijk wilt iets dat van mij Bob afpakken wat niet ik wil niet meewerken. vrijwillig aan je ga geven. Oké, Bob, ik heb een ander voorstel. Ja. Ik heb wat nalopen denken. Hij denkt na, Jij, Anton. ja, Ja. ik, jij hebt een waterput bij jou in de tuin. Je drinkwater komt eruit. En eigenlijk is dat een Ja. mensenrechtenschending, want je haalt het water ook van de buren weg. Ik sluit het water bij jou aan, bij jou thuis. En daar zit een kraan. En jij moet maar gewoon maandelijks betalen voor dat water. En als je niet betaalt, dan doe ik die kraan dicht en dan krijg je geen water. Hoe vind je dat dan? Kijk, ik wil nog steeds meer macht en meer geld hebben. En meer bezit. En ik zal dat op een langzame manier steeds meer van je afnemen. Dus het lijkt me gewoon een heel goed plan. In feite, het is toch redelijk? Je bent de mensenrechten aan het schenden van de buren. Dus je begrijpt je, dat is. Ik heb een oplossing. Ik heb ook een oplossing voor jou. Knip, knip, knip. Nou, Knip, knip, knip. Bob, weer, ik probeer in alle redelijkheid met jou te praten en je Redelijkheid. bent gewoon onredelijk. Oké, Bob, ik ga hier nog eens Ga voor over de na, ik Nederlandse ga hier nog eens overheid over werken. nadenken. Ga voor de Belastingdienst werken. Weet Ga voor je, de makelaars werken. ja, Bob, Ga voor de banken werken. Maar kom mij niet lastig vallen. Knip, knip, ik heb het knip. al bedacht.
ik moet gewoon jou niet vertellen dat ik eigenlijk macht wil hebben en dat ik meer geld en meer bezit wil hebben tegen jou. Dus weet je wat, ik ga dat gewoon niet meer tegen Bob vertellen. En ik ga Bob nu gewoon vertellen dat het gewoon redelijk is, hè? Dat het heel redelijk is wat ik zeg, dat voorstel. En dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn veiligheid, want ik zal hem beschermen. Ik zal zorgen voor schoon water altijd bij hem, want uiteindelijk uit de grond haal je ook vies water, Bob. Dus ik zorg voor schoon water en ik zorg voor je veiligheid en dan betaal je mij €50 per maand. Wat vind je van die deal dan? Ik zorg gewoon voor jou. We gaan samenwerken. Ik ga jou vertegenwoordigen. Ik ben gewoon jouw vriend. Het lijkt dat te vergeten dat ik jouw vriend ben. Jij bent mijn vriend niet meer, Anton. Ik ga jou niet zomaar de macht geven. En ik ga jou niet zomaar geld geven. Mijn geld. Ga bij de belasting werken. Ik ben bang dat... helemaal te springen om luisteren. Het lijkt erop dat je een gevaar voor de samenleving bent. Je bij de belasting. Het ziet eruit dat je gevaar voor de samenleving bent. Je gedraagt je gewoon echt als een gevaarlijk individu die zichzelf ook nog eens schade zou kunnen brokkelen. Dus ik denk dat... je hebt twee opties. Stuur een arrestatieteam. Of we stoppen je weg in een psychiatrische inrichting. Want je bent gewoon gevaarlijk voor jezelf en voor je omgeving. Ja, het is... Knip. Ja, het is... Ga nu ophangen. Totaal onredelijk. Oké, Bob. We spreken elkaar nog.